Een wat complexere labvoeding die we hier hebben is de Cyclant SPD3303X. Deze labvoeding heeft 3 kanalen en een aardeaansluiting. Alle kanalen hebben een stroombereik van 0 tot 3,2 ampère en de eerste 2 kanalen hebben een spanningsbereik van 0 tot 32 volt. Het laatste kanaal heeft 3 verschillende spanningstanden die variëren tussen 2,5 volt, 3,3 volt en 5 volt. Verder zijn de connectoren van de Cyclant schroefconnectoren. De kanalen van de Cyclant kunnen apart aan uitgeschakeld worden of allemaal tegelijk. De eerste 2 kanalen kunnen in series gebruikt worden door eerst de startknop in te drukken en dan de kabels op de juiste manier aan te sluiten. Door een banaanstekker in de positieve connector van het tweede kanaal te steken en een banaanstekker in de negatieve connector van het eerste kanaal te steken. Daarna kunt u de gevraagde waardes voor de spanning en de stroom bij kanaal 1 opgeven. Ook kunnen de kanalen parallel gebruikt worden door eerst de paraknop in te drukken en dan de banaankabels in de positieve en negatieve connector van 1 kanaal te steken. In parallel mode kan het eerste kanaal van de Cyclant zowel in constant voltage en constant current mode gebruikt worden, maar het tweede kanaal alleen in constant current mode. Verder heeft de Cyclant ook geheugen van maximaal 5 zelfgemaakte setups, waarbij wordt opgeslagen in welke modus de kanalen gebruikt worden, dus individueel, in series of in parallel. Verder worden de spanning- en stroominstellingen en specifieke timerinstellingen opgeslagen. Met de timerinstelling kun je allerlei pulssignalen maken, waarbij je de spanning, stroom en de duur van de spanning en de stroom kan bepalen. Deze labvoeding is meer voor de ervaren labvoeding gebruiker, omdat deze labvoeding allerlei functies heeft die niet op een simpele labvoeding te vinden zijn. De Cyclant heeft echter geen OVP en geen OCP.